Goedendag en welkom bij het COVID-19-journaal voor vandaag, vrijdag 4 maart. Alvorens we van start gaan met deze uitzending, ga ik u eerst mededelen dat het COVID-journaal niet dagelijks meer zal worden uitgezonden. Maar met ingang van vandaag zal de informatie met betrekking tot COVID-19 u nu om de ene vrijdag bereiken via dit journaal. De COVID-situatie is momenteel onder controle en zien wij de flinke dalingen voor wat betreft de besmettingen. Gisteren werd na lange tijd het laagste percentage genoteerd. We nemen even een kijkje op de COVID-19 dashboard. Het afgelopen etmaal zijn uit de 333 swaps die zijn afgenomen 41 positieven geregistreerd. 292 mensen testen negatief. Dat brengt het besmettingspercentage naar 12,3%. Het laagste percentage na maanden. De meeste besmettingen vinden plaats in Paramaribo, gevolgd door Nikeri. Niemand is overleden. Het totaal aantal doden vanaf de pandemie zijn intrede date staat op 1317 slachtoffers. Het reproductiecijfer staat op 0,86. 16 personen zijn opgenomen in de ziekenhuizen en 3 personen worden op de verschillende intensive care units behandeld. Niet omdat de gevallen aan het dalen zijn, wil dat zeggen dat de maatregelen niet meer nageleefd hoeven te worden. We dienen ons ten alle tijden te houden aan de Mohana-maatregelen. Dat is nog steeds bij wet vastgesteld volgens het presidentieel besluit. Ook mogen er nog geen feesten worden georganiseerd en mogen bars en discotheken ook nog niet open. Nadat de maatregelen eerder versoepeld werden, willen de deskundigen eerst de situatie in de gaten houden en mocht blijken dat de situatie gunstig is, men verder kan overgaan tot nog meer versoepelingen. Maar mocht blijken dat de gevallen weer toenemen, kunnen ook de maatregelen weer verscherpt worden. Het presidentieel besluit is het belangrijkste besluit, de regel wat geldt in het land. Zo geldt nog steeds de Mohana. Zo geldt nog steeds dat het verboden is om te feesten. Zo is nog steeds opgenomen dat, dat clubs, discotheken of nightclubs of bordelen en bars nog steeds gesloten zijn. Dat betekent en feesten met inclusief huisfeesten zijn ook nog steeds verboden. Wij willen gaan naar een stukje uitfasering. Dat betekent op een verantwoorde wijze in fasen op basis van monitoring. Zo zijn we vandaag gestart met een aantal maatregelen op basis van monitoring de komende week tot 2 weken. Weer evalueren en kijken als het nog steeds het besluit goed is en nog steeds wij uit de situatie komen, in een gunstige situatie blijven. Dan kunnen we verder gaan versoepelen. Mocht dat niet zo zijn, dan kan het zo ook gebeuren dat wij nog steeds de maatregelen wederom misschien gaan invoeren. Feesten is dus nog niet toegestaan. Kijk maar wat er gebeurt in Nederland waar de gevallen weer enorm aan het stijgen zijn. Alleen het afgelopen etmaal zijn er 58.283 nieuwe gevallen genoteerd. Het is niet bekend waardoor het aantal bevestigde besmettingen stijgt, maar de overheid hield er al rekening mee dat de versoepelingen van de coronaregels en ook het carnavalfeest, waar heel wat mensen op af zijn gekomen, konden leiden tot een nieuwe opleving van het coronavirus. Laten we voorkomen dat we opnieuw in een golf belanden. Voorkom en ontwijk plekken waar een mogelijke mass-spreading zich kan voordoen. Ontsmet je handen op tijd, houd je afstand en houd je mondkap op. En het belangrijkste, laat je testen bij elk symptoom. Dr. Fern Nanhu van de afdeling Epidemiologie van het BOG geeft in gesprek met het COVID-19-journaal aan hoe het nu staat met de swabposten. Nou, we hebben qua cijfers zien we dat veel minder mensen komen swabben nu. We hebben dus rond de 300 tot 500 swabs per dag. Het kan iets minder zijn op echt, meestal weekenden, is het erg rustig. Maar maandag dan zie je wel weer even een stijging dat meer mensen komen swabben. Maar dan hadden we erop tijd natuurlijk richting het weekend weer. En je ziet ook aan de positieve cijfers dat dat ook veel minder is geworden. De positivity rate was bijna 50%. En nu zijn we rond de 15%, 17% daar in de buurt zijn we. Dus het gaat de goede kant op. Op de vraag als Suriname gereed is om een eventueel nieuwe golf tegen te gaan, zegt onze gezondheidsminister dat de voorbereidingen daartoe reeds genomen zijn. Zo zijn er genoeg testmateriaal en vaccins ter beschikking
En daar moet men gretig gebruik van maken. De overheid heeft de verantwoordelijkheid uiteraard om een gedegen beleid te voeren voor wat betreft COVID-19. Aan de andere kant moeten we ervoor zorgen dat we ready zijn voor een eventuele nieuwe golf. En dat zijn we. We hebben, kan ik stellen, genoeg testen, we hebben genoeg materiaal, we hebben genoeg PPE, we hebben genoeg vaccins. Noem het maar op, onze zorgwerkers uiteraard, die zijn ook uitgeput, kan je zeggen, van golf naar golf. Maar daarom is het juist belangrijk dat wij een goede vaccinatieprogramma hebben. We hebben genoeg vaccins, zei ik al net. Nu bij natuurlijk 25.000 Pfizer-vaccins in voorraad, goed opgeslagen. Met de vervaldatum van 6 maanden van nu. Dat betekent dat we volop moeten gaan vaccineren. En dat is ook de strategie. Alhoewel het ministerie ook kijkt naar het effectief vaccineren. Dus het strategische locaties hebben binnen je bestaande werkarm om te vaccineren. U is bekend dat BOG, de RGD en de medische zending de standaard werkarmen zijn van het ministerie van Volksgezondheid als het gaat om preventie. Dus dat zijn nog steeds de belangrijkste instituten. We hebben het zorghotel, daar wordt er ook gevaccineerd. En we gaan uiteraard ook kijken naar wat particuliere artsen. En we gaan kijken naar de strategische locaties per instelling. In hoeveel districten gaan we blijven vaccineren. En alle districten uiteraard, maar op hoeveel plekken bedoel ik. Dus de bedoeling is dat wij strategisch gaan vaccineren en effectief onze vaccins gaan toedienen. Gekoppeld uiteraard aan een communicatieprogramma, een voorlichtingsprogramma. Waarbij we het nieuwe traject van COVID-19 moeten gaan uitleggen en incorporeren daarin. Dus dat is nog een hele grote uitdaging voor het ministerie van Volksgezondheid. Mensen zeiden nog vandaag aan mij op een grappende wijze. Ja, met het opheffen van de lockdown en andere zaken is uw werk afgelopen. Ik zeg nee, uiteraard niet. Nu begint het werk, want je moet die samenleving gaan voorbereiden op het feit dat COVID-19 geaccepteerd moet worden als het een ziekte die voor altijd zal blijven bestaan. En net zoals we malaria hebben, tuberculose, dengue en andere ziekten, HIV, zijn allemaal ook infectieziekten die blijven bestaan. En weliswaar lijkt het alsof deze ziekten dan geen aandacht krijgen, maar zo zal COVID-19 ook tot een van deze ziekten behoren en zal ook vallen onder een van onze preventieprogramma's, een van onze beleidsprogramma's op het ministerie. Ook dokter Nanhu geeft aan dat er voldoende testmateriaal is aangeschaft en dat voor zeker 6 maanden het testen gegarandeerd is. We hebben, er is meer gekocht. Ik denk dat Volksgezondheid heeft dat gekocht. Dus we hebben, als het goed zit, als we nu kijken naar die cijfers, hoe ze dus droppen, voor de komende 3 tot 6 maanden hebben we wel genoeg om te swabben. Na de brand bij BOG was de testlocatie voor enige tijd gehuisvest op het complex van het Transvaalstadion. Sinds kort is die terug verhuisd naar BOG. Verder geeft dokter Nanhu aan waar de overige testlocaties te vinden zijn en wat je allemaal nodig hebt om te kunnen testen. Dus we zullen beginnen bij BOG. Bij BOG hebben we dus hier onze swap-unit. Het was aan de overkant bij Transvaalstadion. Nu zijn we dus terug verhuisd naar huis, als het ware. We hebben een ruimte die waarop we wachten en nu is het beschikbaar. Je hebt Tropkliniek. Tropkliniek is nog steeds een optie. Geiersvleit, Latour, Limesgracht. Verder heb je ook nog Lelydorp, Wanika Ziekenhuis. Saramaka is er ook, maar die naam ben ik vergeten hoor. Van die maar het zijn meer RGD's, dus die daarbij helpen. Ik denk dat ik niemand ben vergeten. Je moet gegarandeerd een identiteitsbewijs bij je hebben. Je kan niet ergens gaan zonder een identiteitsbewijs om te testen. Bij geen enkel lab kan je dat doen. Hier kan je dat ook niet doen. Want mensen kunnen ook gewoon komen zonder identiteitsbewijs. Zeggen van ja, ik ben zo iemand. Maar dan registreren we je als zo iemand. Achteraf word je gebeld of soms heeft ze ook fake telefoonnummers. Bel je en zegt de persoon ja, die kennen we niet. Dus die persoon is dan lost to follow-up. Dus je moet altijd tenminste je ID hebben. Je kunnen identificeren en van daaruit kunnen we verder werken. Als je dat niet hebt, is het moeilijk om te werken als het ware. Als advies geeft dokter Nanhu mee dat men rekening moet houden met de medemens. We zijn aan het eind van de 5e golf en laten we voorkomen dat we in de 6e golf belanden. Ga niet feesten om daardoor jouw medemens in gevaar te brengen. We zijn aan het eind van de 5e golf.
We willen geen zesde golf hebben. We hebben geluk gehad dat Omicron eigenlijk wat milder is. Maar laten we even afwachten voordat we gaan feesten en alles overboord gaan gooien. Om even te kijken wat de ontwikkelingen zijn. Je moet nog altijd voorzichtig zijn. Mensen die hoog risico gevallen zijn, zoals mensen met onderliggende aandoeningen, astma, COPD, hart- en vaatziekten, noem maar op, al die soort ziektes, die kunnen nog steeds ernstig ziek worden en kunnen komen te overlijden, terwijl het niet hoeft. Dus hou rekening met jezelf en met je medemens, vooral je mensen thuis, want jij kan asymptomatisch zijn of een heel licht griepje hebben, zonder dat je er echt problemen van krijgt, maar dan besmet je misschien je moeder, die dus wel grote problemen kan krijgen. Dus denk aan je medemens. Wereldwijd wordt op 4 maart Wereld Obesitasdag gehouden. Het is een internationale bewustwordingsdag waarbij wereldwijd wordt stilgestaan bij obesitas. Een van de grootste uitdagingen op het gebied van de volksgezondheid, de impact ervan en bij praktische oplossingen om obesitas te verminderen en te voorkomen. Everybody needs to act. Iedereen moet handelen, is het thema voor dit jaar. Obesitas is een belangrijke risicofactor voor verschillende niet overdraagbare ziekten, NCD's, zoals diabetes type 2, hart- en vaatziekten, hypertensie en beroerte en verschillende vormen van kanker. Maar ook tijdens de COVID-pandemie is gebleken dat mensen met obesitas gevoeliger waren om besmet te raken en zelfs te sterven. Obesitas, of ook wel bekend als overgewicht, wordt door de Wereldgezondheidsorganisatie gedefinieerd als ze zijn overmatige of abnormale vetophoping in het lichaam, welke natuurlijk gezondheidsrisico's hebben. Obesitas is een wereldwijd probleem. Naar schatting leven ongeveer 800 miljoen personen in de wereld met enige vorm van obesitas. Een belangrijke aandachtspunt bij obesitas is een belangrijke ontwikkeling wat de laatste tijden gezien wordt bij obesitas, is de toename van kinderobesitas. Dus obesitas op de kinder- en jeugdleeftijd, waarbij zelfs voorspeld is dat in de volgende 10 jaar dat met 60% gaat toenemen. Dat betekent uiteraard dat als kinderen nu al obesitas ontwikkelen, dat de gezondheidsconsequenties enorm hoog zullen zijn en heel ver zullen gaan reiken. Aan de andere kant, obesitas heeft ook bewezen tijdens de COVID-pandemie dat er veel meer risico's gelinkt zijn aan obesitas bij iemand met COVID-19. Het geeft aan hoe kwetsbaar het lichaam is als er sprake is van obesitas. Mensen met overgewicht en obesitas die lopen extra kans om suikerziekte te krijgen. Suikerziekte vooral type 2, waarbij het lichaam wel insuline produceert, maar het lichaam reageert niet zo goed op insuline, waardoor de suikergehalte in het lichaam hoog wordt. En dat heeft weer consequenties op bloedvaten en lichaamsorganen, zoals bij het hart, vernauwingen van de bloedvaten, waardoor mensen een hartaanval kunnen krijgen. Bij de hartslagaders ook vernauwingen, waardoor je bloedstolsels naar de hersenen toe kan krijgen en verlammingsverschijnselen kan krijgen. De bloedvaten in de nieren kunnen beschadigd raken, mensen kunnen afhankelijk worden van een apparaat. Dat kennen we als nierdialyse. Behalve deze twee chronische ziekten kan obesitas ook risicofactor zijn voor een aantal soorten kanker, voor slijtage, vooral van de kniegewrichten, en ook voor enkele psychosociale problemen. Door de beperkte maatregelen van COVID-19 zijn er minder sportevenementen geweest en is de toename van obesitas volgens diverse onderzoekingen bewezen. We kijken daarom naar uit om gefaseerd meer mogelijkheden te creëren voor sporters, zodat er gewerkt kan worden aan de bestrijding van obesitas als gevolg van te weinig beweging. En met deze informatie zijn we aan het eind gekomen van het COVID-19 journaal voor vandaag. Ik wil u een genoeglijke dag verder toewensen. Tot de volgende keer. Dag.